De politie controleert ons, maar wie controleert eigenlijk de politie? Die vraag dringt zich op bij onze reportage van vanavond over het handelen van de Oosterwijkse politieman Adriaan G. Politieman die miljonair is geworden door de erfenissen van alleenstaande oude gefortuneerde weduwe, die hij beroepshalve heeft leren kennen. Uit ons onderzoek blijkt dat zijn collega's en superieuren, die hoog opgeven over een streng integriteitsbeleid in het korps, al lang geleden over zijn altijd zijn gang hebben laten gaan. Dit is Adriaan G. Hij is politieman in Oosterwijk en kreeg via erfenissen van rijke, oude, eenzame dames tweemaal een kapitale woning in zijn bezit. Bij zeker één van hen legde hij als politieman in uniform het eerste contact, en in beide gevallen won hij het vertrouwen van de oude dames door klusjes te doen, boodschappen te halen en talloze gezelligheidsbezoekjes af te leggen. Door de jaren heen werd de band steeds inniger en veranderde zijn rol van een geïnteresseerde politieman in een echte huisvriend. En terwijl hij volgens nabestaanden zo naar binnen werkte, werkte hij de schaarse familie tegelijkertijd langzaam en zeker naar buiten. Heel erg verdacht. Omdat deze mensen macht hebben. En oude mensen die geloven erin dat die mensen goed doen. Misbruik maken van macht, vind ik dat. Bij de hoogbejaarde en zieke mevrouw Hedy Bernards, eigenaresse van deze villa met bijna 9000 meter grond, zou hij zelfs samen met zijn vrouw doelbewust hebben geprobeerd om na Hedy's dood de familie weg te houden bij de begrafenis. Ze hebben er gewoon begraven zonder mis. Helemaal niks. Ze hebben er gewoon uit het huis gedragen, volgens mij in een doos gedouwd en gewoon in de grond geduwd. Zo is het bij mij overgekomen. En het was kennelijk niet de bedoeling dat jij daarbij was. Waarschijnlijk wel, dat dacht ik ook. En ook de nabestaande van mevrouw Bert van der Mieren, waarvan hij zijn huidige vrijstaande woning uit de erfenis in bezit kreeg, heeft pijnlijke herinneringen aan de begrafenis van zijn schoonzus. Mijn bloemstuk, ik had een heel duur bloemstuk, lag op de kist in de kerk. En dat werd terzijde gegooid door die meneer. En zijn bloemen werden erop gelegd. Zijn kinderen gingen er rondom staan. En de familieleden waren helemaal op wacht. Nabestaanden zo naar binnen werkte, werkte hij de schaarse familie tegelijkertijd langzaam en zeker naar buiten. Heel erg verdacht. Omdat deze mensen macht hebben. En oude mensen die geloven erin dat die mensen goed doen. Misbruik maken van macht, vind ik dat. Bij de hoogbejaarde en zieke mevrouw Hedy Bernards, eigenaresse van deze villa met bijna 9000 meter grond, zou hij zelfs samen met zijn vrouw doelbewust hebben geprobeerd om na Hedy's dood de familie nabestaanden zo naar binnen werkte, werkte hij de schaarse familie tegelijkertijd langzaam en zeker naar buiten. Heel erg verdacht. Omdat deze mensen macht hebben. En oude mensen die geloven erin dat die mensen goed doen. Misbruik maken van macht, vind ik dat. Bij de hoogbejaarde en zieke mevrouw Hedy Bernards, eigenaresse van deze villa met bijna 9000 meter grond, zou hij zelfs samen met zijn vrouw doelbewust hebben geprobeerd om na Hedy's dood de familie weg te houden bij de begrafenis. Ze hebben er gewoon begraven zonder mis. Helemaal niks. Ze hebben er gewoon uit het huis gedragen, volgens mij in een doos gedouwd en gewoon in de grond geduwd. Zo is het bij mij overgekomen. En het was kennelijk niet de bedoeling dat jij daarbij was. Waarschijnlijk wel. Dat dacht ik ook. En ook de nabestaanden van mevrouw Bert van der Mieren,
waarvan hij zijn huidige vrijstaande woning uit de erfenis in bezit kreeg, heeft pijnlijke herinneringen aan de begrafenis van zijn schoonzus. Mijn bloemstuk, ik had een heel duur bloemstuk, lag op de kist in de kerk. En dat werd terzijde gegooid door die meneer. En zijn bloemen werden erop gelegd. Zijn kinderen gingen er rond om staan. En de familieleden waren helemaal op de achtergrond gedrongen. En dat gebeurt ook hier. Hier staan Adriaan G. en zijn vrouw Barbara naast het graf waar de kist met Hedy Bernhards langzaam in wegzakt. Nichtje Ilse kan het als ongenoot. Adriaan G. werd door de rechter in het gelijk gesteld. Hij was inderdaad niet verbonden aan de Stichting Thuiszorg en mocht de erfenis houden. Ilse is een hoger beroep gegaan. Dat dient op 2 januari bij het gerechtshof in Den Bosch. Districtchef Swinkels, werkgever van Adriaan G., reageerde naar vragen van Peter nogal eenzijdig op onze bevindingen. Van G. zou geen onoorbaar gedrag bekend zijn. Hij had weliswaar mevrouw Bernhards via zijn werk als politieman leren kennen, maar de erfenis betrof een privé-aangelegenheid. Aldus het commentaar van de politiechef, die dit wel ongelukkig noemde. Die andere weduwe, waarvan G. zijn huidige woning in bezit kreeg, had hij volgens zijn chef niet beroepsmatig leren kennen. Uit intern politieonderzoek was in beide gevallen naar voren gekomen dat G. niets verkeerds had gedaan. Maar het zogenoemde integriteitsonderzoek bestond merkwaardig genoeg goed deels uit gesprekken met Adriaan G. zelf. Nabestaanden en andere betrokkenen die een ander geluid konden laten horen, werden niet nader gehoord. Omdat het in de ogen van de politiechef immers een privé-kwestie betreft, moesten wij Adriaan G. er zelf maar over om opheldering vragen. Zo stelde de districtchef. En aanvankelijk leek G. ook bereid om ons te woord te staan. Ja, de reden dat ik u bel, meneer, is dat ik graag eens een keer een afspraak met u zou maken om eens over de kwestie van de erfenissen te praten. Ik heb niks te verbergen, dus wat dat betreft zou dat kunnen? Dat zal op zich denk ik wel kunnen, ja. Dat is een vrijdag rond deze tijd dan even wel. Maar daar kwam snel verandering in. Dat, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. U spreekt met Peter de Vries van SBS. Ja, goedemiddag. Ik heb er nog even over nagedacht. Ja. En ja, alles is in handen van de advocaat. En als u daar contact mee wil nemen, vind ik prima. Het is wel zo dat ik gewoon ook echt een paar vragen voor u heb. Ja, dat die geeft ik graag niet, maar je kunt ook via mijn advocaat stellen. Dus ik, ja, maar ik ga het is wel onze gewoonte om dat aan de persoon zelf te doen. Nee, ik heb daar niet echt begrip voor. Nou, meneer de Vries, ik zou zeggen goedemiddag. En toen we bij Adriaan G. aanbelden, deed hij niet open, terwijl hij wel thuis was. Na onze uitzending werd het onrustig in het Brabantse dorp. Vele tientallen bewoners benaderden onze redactie. Meer dan 100 mensen schreven een e-mail. En er zit er niet één bij die het in de uitzending geschetste beeld van de omstreden politieman tegenspreekt. Integendeel, in Oosterwijk is het alles al heel lang een publiek geheim. Zonder uitzondering bevestigen de tipgevers de door ons getoonde gang van zaken en geven daarbij vaak nieuwe, onthullende en belastende informatie over de diender. En van politiezijde, de werkgever van de beschuldigde Adriaan G., bleef het stil. Er werd niets ondernomen, terwijl men eerder in een brief van Peter nog beklemd toonde dat er een streng integriteitsbeleid wordt gevoerd. Veel tipgevers willen niet met naam en toenaam op de televisie. Ze zijn bang voor represailles, omdat het immers een politieman betreft en Oosterwijk maar een dorp is. We hebben echter met ieder van hen persoonlijk contact opgenomen en een aantal van hen ook thuis bezocht.
En uit die gesprekken ontstaat een telkens terugkerend beeld van de activiteiten van Adriaan G. en de gang van zaken bij de Oosterwijkse politie. Zo komt uit de tips naar voren dat Adriaan G. ook de weduwe Bert van der Meren, van wie hij zijn huidige woning na haar overlijden in zijn bezit kreeg, wel degelijk heeft leren kennen via zijn werk. Dit in tegenstelling tot wat zijn chef Swinkels ons meldde op vragen naar aanleiding van onze vorige uitzending. Volgens Swinkels ging het bij mevrouw Bert van der Meren immers om een vriendschappelijke relatie en hadden Adriaan en zijn vrouw de weduwe in de privésfeer ontmoet. Maar bronnen bij de politie zelf, notabene, verzekeren ons nu dat hij daar jaren geleden als politieman voor het eerst over de vloer kwam, naar aanleiding van aangiftes. Waarschijnlijk vanwege hondenoverlast door de inmiddels overleden meneer Bert. G. zou zich, zo stellen de tipgevers, al meer dan 30 jaar, soms met medeweten van collega's en superieuren bij de politie, systematisch naar binnen werken bij eenzame bejaarden en vooral gefortuneerde dames in het dorp. De lijst voorbeelden is groot. Volgens een ingewijde bezocht politieman G. jarenlang een paar keer per week de oudjes van Bejaardenoord ten Bijgaarde aan de Udenhoutse weg in Oosterwijk. Dit tehuis bestaat niet meer en de bewoners zijn nu hier ondergebracht. G. kwam hier binnen en zocht, aldus de zeer wel ingelichte bron, vooral contact met bewoners die veel antiek bezaten. Hij bracht onder meer veel bezoekjes aan een inmiddels overleden bejaarde pastoorsmeid, van wie bekend was dat ze uitzonderlijk veel waardevol kerkantiek in huis had. Overburen zagen hem daar regelmatig met kostbaarheden onder zijn arm vertrekken, aldus de tipgever. Ook wordt vanuit politiezijde zelf gemeld dat G. tijdens surveillanceritten, tot ergernis van zijn collega's, vaak stops maakt in het dorp om gezelligheidsbezoekjes af te leggen bij plaatselijke bejaarden. Binnen het korps was algemeen bekend dat deze bezoekjes in het teken stonden van het lospeuteren van antiek bij de bejaarden, zegt deze getuige. Op het Oosterwijkse politiebureau is volgens hem bij veel collega's bekend dat G. zelfs wel de mutaties van incidenten in het dorp doorsnuffelde op zoek naar gedupeerde, eenzame bejaarden. Hij bracht bij binnenkomst het gesprek meestal op antiek dat hij in de woning zag. Het lukte hem dan heel erg vaak om al binnen een paar dagen voor een zacht prijsje enkele spullen van de mensen te kopen, aldus de ex-collega. Deze mensen blijft hij dan zogenaamde nazorgbezoekjes brengen om zodoende een vriendschappelijke relatie te kunnen opbouwen. Net zoals hij dat volgens Ilse Bernhards bij haar gefortuneerde tante deed. Ook ontvingen wij een aantal brieven en e-mails met erin concrete voorbeelden van mensen die hun waardevolle spullen aan Adriaan G. hebben gegeven. Met naam en toenaam worden eenzame bejaarden uit Oosterwijk genoemd die kort voor hun overlijden vooral hun antiek aan de politieman schonken. Adriaan G. heeft, zo melden schrijvers ons, inmiddels zoveel antiek verzameld in zijn huis dat het wel een klein museum lijkt. Bovendien zou hij huisraad hebben ontvangen uit de erfenis van weduwe Bleumink, van een ex-collega politieman aan de Spoorlaan, waar hij jarenlang over de vloer kwam. Dit is binnen het korps algemeen bekend en geaccepteerd, omdat hij die vrouw meer dan 20 jaar intensief heeft verzorgd. Aldus een oud diender. Soms ook ving Adriaan G. Bot, aldus vier andere tipgevers uit het dorp. En als het hem niet lukte om het vertrouwen te winnen van een rijke oudere dame, dan verloor hij volgens tipgevers zijn interesse en stopte de bezoekjes. Zo zou Adriaan G. begin jaren 90 in contact zijn gekomen met mevrouw Emmy van Iersel.
Zij en haar man hadden een kapitaal verdiend met de lierlooierij aan de Lint in het centrum van het dorp. Haar echtgenoot Jan woonde in Australië en kwam slechts sporadisch naar Nederland. Zodoende was de dame van begin 60 veel alleen. En kort nadat ze midden jaren 80 een keer aangifte had gedaan van overlast van de dansschool naast haar woning, stond Adriaan G. zomaar in uniform bij haar op de stoep. Ook hier bleef hij langskomen, maar toen deze dame in 1992 besloot om met al haar geld definitief naar haar man en kinderen in Australië te emigreren, toonde de altijd zo hulpvaardige G. een ander gezicht. Hij stond er volgens een goede vriendin op dat hij de financiële afwikkeling van de verkoop van haar bezittingen en de emigratie zou regelen. Maar mevrouw van Iersel wilde hem geen inzage geven in haar waardepapieren die in haar werkkamer lagen. In Australië heeft deze bejaarde vrouw dit voorjaar onze eerste uitzending gezien en in een brief aan vrienden in Nederland schrijft ze hoe de politieman reageerde toen ze weigerde om hem toe te laten tot haar financiële gegevens. Persoonlijk contact gezocht met zijn chef Kees Welmers. En die werd notabene kwaad op mij. Ik moest ophouden met insinuaties en beschuldigingen die ik toch niet kon bewijzen, was zijn antwoord. Ze woonde alleen in deze vrijstaande woning aan de Kleine Hei in Oosterwijk, toen opeens, rond 1990, politieman Adriaan G. bij haar in uniform op de stoep stond. Er was kort ervoor een inbraak geweest. Net zoals bij de andere gevallen won G. het vertrouwen van de oude, eenzame, maar steenrijke vrouw en werd hij ook bij haar een veelgeziene gast. De vrouw had haar geld verdiend in de Amsterdamse horeca, was multimiljonaire en bezat zeer veel kostbaar antiek. Adriaans diensten gingen zelfs zo ver dat hij de hele buitenkant van haar woning in zijn vrije tijd heeft geschilderd, aldus een familielid van de weduwe. Tegen haar omgeving dweepte de oude dame met haar behulpzame politievriend. Hij is heel charmant en doet alles voor me, zei ze als wij vroegen waarom ze toch zo vaak met die politieman optrok, zegt een nabestaande van de vrouw. Maar de innige relatie met G. eindigde even abrupt als hij was begonnen. Op een dag nam de vrouw een huurder in huis. Het was een andere politieman, Erik Schoenmaker, een collega van Adriaan G. Vanaf dat moment is G. er niet meer gezien. Blijkbaar gooide de aanwezigheid van een collega-politieman roet in het eten, aldus het familielid. In 1993 stierf de vrouw op 89-jarige leeftijd. Ze liet 3,5 miljoen gulden na aan haar familie. Terwijl de handel en wandel van Adriaan G. genoegzaam bekend is bij velen binnen het plaatselijke politiekorps, lijkt hij bescherming te genieten van zijn superieuren. Een tipgever die zelf bij de politie heeft gewerkt meldt dat G.'s baas, de al eerder genoemde groepscommandant Kees Welmers, bij herhaling op de praktijken van G. is gewezen, maar dat hij er nimmer iets aan heeft gedaan. Zelfs aan het begin van G.'s loopbaan blijkt men bij de politie op de hoogte te zijn geweest.
Al in de eerste helft van de jaren 70 waren de praktijken van Adriaan G. bekend bij zijn collega's, maar het was taboe om erover te praten. Hij was het lievertje van zijn toenmalige chef de Ridder, meldt weer een andere ex-collega. Oude dames met veel geld en kostbaar antiek. Adriaan G. komt er steeds meer in aanraking en er is niemand die hem daarin belemmert. Bijna iedereen die bijvoorbeeld technicus of vlieger wil worden bij de luchtmacht, vraagt zich tegenwoordig hetzelfde af. Kan ik straks uitgezonden worden naar Afghanistan? Het antwoord is ja. Voor sommigen is dat een reden om af te haken. Maar gelukkig lang niet voor iedereen. Want als Afghanistan veiliger wordt, wordt de wereld iets veiliger. Werken bij de luchtmacht. Het was zelden zo belangrijk. De luchtmacht. Eén team, één taak. Iedereen is op zijn eigen manier gezond bezig. Maar Yakult geeft je net dat beetje extra. Yakult. Gezond met goede bacteriën. Zo, die is goed met zijn handen. Maar wij zijn ook heel goed. Met kip. Wat dacht je van onze KFC Pops? 21 speelse en heerlijke gepaneerde echte kipfiletballetjes. Nu voor maar €2,75. Kentucky Fried Chicken. We know what to do with chicken. In Groeten uit de Rimboe vertrekt de familie Lasseur naar de Hua Orani-stam in Ecuador. Nieuwe afleveringen van Groeten uit de Rimboe. Vanaf 28 oktober bij SBS6. Het is een wonder. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Hier. Hier krijg je met elk hapje precies wat je nodig hebt om gezond op te groeien. Nestlé. Mama weet waarom. Kom in stijl naar het concert van Marco Borsato in het Gelre Dome. Bestel nu via sbs6.nl de officiële Moda di Sinfonica in Rosso. Nestlé Fijnproevertje. Het eerste echt lekkere potje voor de prijs van een gewoon potje. De wereld verandert. Jij ook? Toekomstgerichte banen in marketing, communicatie, media design en ICT-internet vind je bij Appoint Professionals. Kijk op appoint.nl. Gespot door de Gotta Be Trendwatchers. Geïnspireerd door de hotste streetstyles. Ontwikkelde de stylisten van Schwarzkopf Gotta Be Wispelturig. Wispelturig voor flexibele en restylable styles. Gotta Be Attitude for Hair van Schwarzkopf. Vertaal uw vacature naar een toekomstgericht profiel. Doe de cross-media functieanalyse op appoint.nl. Voordelig bellen en internetten komen samen. In één abonnement. We noemen dat Internet plus bellen van KPN. Dat is voordeliger omdat je geen apart telefoonabonnement voor thuis meer nodig hebt. Internet plus bellen. KPN sluit je aan. Le jour, c'est arrivé. Nieuwe Dove Cream Oil douchecremes. Met meer dan 10% verzorgende olie.
zodat je huid elke dag weer fluweelzacht aanvoelt. Nieuwe Dove Cream Oil Douche Cremes. Neem voor 30 november Internet plus bellen van KPN en je belt een half jaar gratis naar alle vaste nummers in Nederland. Internet plus bellen. Ga naar Primafoon of bel 0900 0244 en sluit je aan. Samengedrukt wordt de haar fijner, raakt los en valt uit. Innovatie tegen haaruitval van Dercos. Aminexiel om de wortel te verankeren, SP94 om de vezel op te bouwen. Haaruitval wordt afgeremd. Vanaf 3 weken is het haar versterkt. Dercos Aminexiel SP94. Moleculaire samenstelling tegen haaruitval. Vichy, uw huid weerspiegelt uw gezondheid. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh boy. Houston, we have a problem. Oh nee, jullie hebben Red Bull gedronken. Red Bull geeft vleugels. En wat doen we nu? Nou niets, kom maar terug naar de aarde. We filmen alles gewoon in de studio. Oké. Ook verkrijgbaar in een formule voor vrouwen. Voor een dichte en sterke haardos. Ja, grote vriend, er is veel te ontdekken, hè? Zoals nieuwe Beneful, gezonde start voor puppy's. Met knapperige rijst, verse kip, melk en groenten. Dus calcium voor gezonde botten en tanden. Kijk eens hoe groot je wordt. Je wordt graag verwend, hè? Maar het leven is gewoon goed. Beneful, gezonde start. Zo gezond, zo smaakvol, zo Beneful. Voor een gratis proefverpakking naar keuze, kijk op beneful.nl. Stop wacht. Groos herfstbok. Piet's weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Preston Palace All-In Hotel. Het blijft buiig voorlopig, vooral in de kustgebieden. Ook vannacht, maar ook morgen overdag. En als ik het over buien heb in de kustgebieden, heb ik het over buien met kans op onweer, soms flink wat regen en mogelijk ook windstoten. Landinwaarts is het minder buiig, de zon er morgen bij, 19 of 20 graden, maar wel een harde wind. Hoe het verder komt, daarover meer, direct naar Hart van Nederland. The Ghost Whisperer is terug. My name is Melinda Gordon. I can communicate with the dead. See them and speak to them. I can help you. Wait, don't go. My gift is to help them because I'm the only one that can. Yes, it's time. Jennifer Love Hewitt. Don't do this, there's a better way. In nieuwe afleveringen van The Ghost Whisperer. Vanaf 26 oktober bij SBS6. Adriaan G., een politieman, maar meer dan dat, een fulltime bejaardenverzorger, zo lijkt het. Uit alle tips, brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken komt steeds duidelijker het beeld naar voren van een man die nauwelijks nog tijd kan overhouden voor zijn werk bij de politie. Hij snelt van de ene naar de andere welgestelde, eenzame dame op leeftijd. Doet hier de boodschappen, daar een spelletje en weer ergens anders schildert hij de buitenboel. Iedere oude dame mag op die manier rekenen op zijn volle aandacht. Hij is een steun en toeverlaat, de zoon die ze misschien nooit gehad hebben. Op die manier erfde hij in 2004 deze kapitale villa van tante Hedy Bernhards en verkocht die voor ruim 1 miljoen euro. Het testament was kort voor haar overlijden gewijzigd. En hij kreeg via de erfenis van de bejaarde weduwe Bert van der Meren in 1998 deze vrijstaande woning waar hij nog steeds woont in zijn bezit. Weer dankzij een testamentswijziging van een jaar voor haar dood. In onze eerdere uitzending over Adriaan G. stelde ik: als je één omvangrijke erfenis krijgt van iemand die geen familie van je is, dan spreek je van geluk.
Als je dat twee maal overkomt, dan is dat verdacht. Maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Dat politieman Adriaan G. nog een keer een kapitale erfenis heeft opgestreken van weer een alleenstaande gefortuneerde weduwe. Eén keer was geluk, twee keer verdacht. Maar hoe noem je nu de derde keer? De eerste grote erfenis ontving de politieman al eind jaren 80. Zo blijkt uit dit officiële testament dat wij vorige week in ons bezit kregen. Want in 1988 erfde hij veel geld en antiek van de steenrijke weduwe mevrouw Bush Kroon, die in deze woning aan de Gemullenhoekenweg 69 in Oosterwijk woonde. En weer melden nabestaanden hoe G. volgens een vast patroon eerst vertrouwen wint en vervolgens schijnbaar doelbewust toewerkt naar een deel van de erfenis. Ik ben er vanaf nu voor u. Ik hang hier mijn politiepet aan de kapstok, zou hij haar letterlijk hebben gezegd, aldus een van de nabestaanden. Vanaf dat moment heeft hij, zo vertellen familieleden verder, stukje bij beetje de zorg voor de weduwe op zich genomen. Jarenlang heeft er bij de vrouw ook daadwerkelijk een politiepet op de kapstok in de gang gelegen die ze van Adriaan op de dag na het overlijden van haar man had gekregen. De bedoeling hiervan was dat eventuele bezoekers er subtiel op gewezen werden dat de vrouw politiecontacten had. Tegen familie noemde de weduwe de politieman altijd gekscherend de Mysterious Mr. G. En als de steeds argwanende familie de vrouw waarschuwde dat Adriaan G. waarschijnlijk alleen maar op haar geld uit was, dan wimpelde ze dat weg met: hij is als een zoon voor me. Dit is een foto van weduwe Bush in de tuin van Adriaan G. De intensieve zorg voor de oude vrouw duurde tot aan haar dood in 1988 en varieerde van talloze gezelligheidsbezoekjes en de boodschappen doen tot er tijdens nachtdiensten op het politiebureau uren met haar telefoneren als ze last had van slapeloosheid. Of dat in Oosterwijk tot de gangbare politietaken behoort? Adriaan noemde de weduwe altijd liefkozend barones. Een familielid vertelt nu: wij waren argwanend en kregen die mysterieuze politieman die zo'n belangrijke rol in haar leven speelde nooit te zien. Pas toen ze kort voor haar dood een periode in het ziekenhuis lag, zei ze: als je nu even wacht, komt zo de Mysterious Mr. G ook langs. En pas toen hebben we kennis gemaakt met die politieman. Uiteindelijk vertrouwde de gefortuneerde weduwe haar familie toe dat ze had besloten om de zo hulpvaardige politieman op te nemen in haar testament. Dit is dat testament. Het is opgemaakt op 17 juli 1987. Er worden 32 personen gelegateerd. Die krijgen een vooraf vastgesteld relatief laag bedrag uitgekeerd. Tussen deze begunstigden staan Adriaan G. en zijn twee kinderen. Ze ontvangen respectievelijk 5.000 en 2.000 gulden. Maar dan komt het. Er volgt op de laatste pagina een handvol dierbaren van de weduwe dat de rest van de nalatenschap mag verdelen in gelijke stukken. Adriaan G. is één van hen.
De vrouw sterft het jaar erop. Ze was inmiddels verhuisd naar een bejaardenflat en op 31 december 1988 wordt ze daar doodgevonden. De politieman ziet dan in dit notarisoverzicht hoe groot zijn deel van de erfenis is. Hij strijkt een bedrag op van ruim 175.000 gulden. In die tijd genoeg om een flink huis van te kopen. Bovendien mag hij voor 10.000 gulden aan antiquiteiten uit de boedel kopen. De werkelijke waarde van deze partij is volgens familie vele malen hoger, maar werd om fiscale redenen, er moet immers veel successierecht worden betaald, bewust laag ingeschat. Wat opvalt is dat Adriaan G. van alle begunstigden verreweg de meeste antieke spullen uit de boedel van de weduwe opkoopt. We leggen dit testament, samen met de testamenten van Hedy Bernards en die van weduwe Bert van der Meren, voor aan estate-deskundige Paul Schut uit Bloemendaal. Hij stelt: ik heb zelfs nooit in mijn carrière meegemaakt dat één persoon tweemaal een erfenis krijgt van iemand die geen familie van hem is. Laat staan dat dit driemaal gebeurt. Mijn persoonlijke indruk is dat dit zaakje stinkt. Bovendien wijst de erfrechtsspecialist ons op een opmerkelijk detail in het notarisoverzicht van de nalatenschap van weduwe Kroon. Adriaan G. heeft hier een declaratie ingediend van 1119 gulden en 45 cent. Dat is niet gebruikelijk als je begunstigde bent in een erfenis. Normaal gesproken doe je dat niet omdat je toch al een fors bedrag hebt geërfd. Het is niet erg netjes. Dus. In 1976 belt Adriaan G. als politieman in uniform aan bij de rijke mevrouw Kroon. Ze is dan één dag weduwe. Hij wordt er kind aan huis. Eind jaren 70 wordt mevrouw Bleumink aan de Spoorlaan weduwe. Ze was de vrouw van een collega van Adriaan en hij komt er veel over de vloer. Midden jaren 80 komt de rijke mevrouw van Iersel in beeld na een melding van overlast van een dansschool naast haar woning. Adriaan G. onderhoudt midden jaren 80 nog steeds een innige band met de inmiddels hoogbejaarde weduwe Kroon. In 1987 verandert de vrouw haar testament ten gunste van hem. Een jaar later, in 1988, overlijdt ze. Adriaan G. erft ruim 175.000 gulden en krijgt bovendien tegen een lage prijs een grote hoeveelheid antiek mee. Rond 1989 komt Adriaan G. als politieman over de vloer bij mevrouw Bernards en haar ernstig zieke man na een melding van een vermist rijbewijs. Ze bewonen een kapitaalhuis en van hen is eveneens bekend dat ze welgesteld zijn. Als korte tijd later de echtgenoot sterft, intensiveert politieman G. de contacten met de eenzame vrouw. Hij wordt ook hier kind aan huis en biedt veelvuldig zijn diensten aan. Rond deze periode is G. ook al binnen bij de steenrijke weduwe Jansen aan de Kleine Hei, waar hij onder meer de hele buitenboel schildert. Mevrouw van Iersel besluit in 1992 om naar haar gezin in Australië te emigreren. Ze weigert de politieman inzage te geven in haar financiële administratie. Iets wat hem zeer ontstemde, aldus deze dame. En ook het contact met mevrouw Jansen wordt beëindigd. Ze neemt namelijk een collega politieman in onderhuur. Zij overlijdt in 1993 en Adriaan erft niets. Midden jaren 90
komt G dan over de vloer bij de rijke mevrouw van der Mieren. Als politieman. Haar man overlijdt en mevrouw van der Mieren blijft alleen achter in haar grote vrijstaande woning. Politieman G wordt ook bij haar kind aan huis. In 1997 verandert de vrouw haar testament ten gunste van hem. Een jaar later sterft ze en krijgt G haar kapitale woning in zijn bezit. Hij woont er nog steeds. Eind jaren 90 overlijdt weduwe Bleumink van zijn collega en erft die inboedel. In 2003 verandert weduwe Bernards haar testament voor de laatste keer. En als ze in 2004 overlijdt, erft hij onder meer haar villa en verkoopt hij die voor ruim 1 miljoen euro. Goed beschouwd heeft G. er na zijn politiewerk al jarenlang een dagtaak aan om de weduwen in het dorp te bezoeken en aandacht te schenken. Hem op als hij uit zijn werk komt. Hij is die dag op de fiets naar zijn werk gegaan. Om een uur of 5:30 komt hij weer thuis. Ja, oké. Ad, kan ik jou even een paar vragen stellen? Nee, ik heb eigenlijk geen antwoorden. Nou, ik heb toch wat vragen. Wij hebben naar aanleiding van onze uitzending over de erfenissen met de weduwe. We hebben een aantal mailtjes van collega's van je binnengekregen. Die zeggen dat jij daar je praktijk van hebt gemaakt om bij de oude weduwe langs te gaan. Waarom niet? Ik verwijs verder al naar mijn advocaat. Ja, dat deed je vorige keer ook. En toen zei je vervolgens helemaal niks meer. En je advocaat ook niet. Je had ons gewoon voor het lapje gehouden. Dan was het eventueel als het vertrouwelijke gesprek met de advocaat, maar anders niet. Nou, maar dat vorige keer heb ik ook... Nee, maar waar slaat dit nou op? Dit is vlug gedrag, hè? Adriaan heeft er duidelijk geen zin in om ons te woord te staan. Kom je naar de hoofdingang van het sportcoach Bex? Of niet? Half september keren we terug. Hij is nu niet thuis en ook niet op het politiebureau. Maar op een recreatieterrein in het bos is het hele Oosterwijkse korps in burgerkleding bezig met een teambuildingsdag. Adriaan G. en zijn collega's blijken een personeelsuitje te hebben aan de rand van het dorp. Er worden speurtochten gehouden, er staat een biertap en ook Adriaan is van de partij. Tijd om de politieman die tijdens zijn werk en in zijn vrije tijd allerlei mensen verraste met een bezoekje, nu eens zelf onaangekondigd te benaderen. Nou, dat treft. Jou moeten we net hebben. Verder niet, nee. Nee, hoor. Nou, ik wil jou graag eens even spreken. Nee, dat is verder niet de bedoeling. Waarom niet? Nou, zo niet, hoor. Nee, hoor. Waar ben je bang voor dan? Nee, ik hoef verder niet. Je slaat steeds op de vlucht, hè, als ze komen. Ik heb hier verder geen moed van aan. We gebruiken hier een besloten terrein. Dus als u wilt vertrekken, graag. Wie bent u? Ik ben de teamchef. De teamchef van wat? Oh. Nou, misschien heb ik voor u ook wel een paar vragen. Ik wil wel eens weten hoe dat zit met al die praktijken van weduwe die bezoek krijgen als er een inbraakje of iets anders is geweest en dan iedere keer deze meneer op hun stoep vinden. Ik heb de trein verlaten nu op dit moment. Ja, ik loop met hem mee. Dus jij maar hier af. Ja. En dan tegen ons zeggen dat we alles te weten kunnen komen, dat je geen geheimen hebt, dat we je advocaat kunnen bellen. En dan vervolgens weer wegduiken. Wat zijn dat voor praktijken? Ik heb dat meneer vertrekt, want jij hebt het terrein gehuurd. Dus het is een besloten terrein. Ja, maar ik sta hier even met deze meneer te praten. Ja, dat mag helaas niet, want het is een feest. Doet u dat nou niet, want het is een besloten terrein? Nee, ja, man. Doe toch niet zo kinderachtig. Ga je nou je politiebevoegdheid misbruiken? Ga je die nou even vrij misbruiken hier? We zijn met een feest bezig hier. Een personeelsfeest.
En ik wil vragen om me de trein te laten. Nou ja, het spijt me dat ik dat even moet verstoren. Maar meneer loopt altijd weg, zegt toe dat hij met mij wil praten. Dat ik zijn advocaat kan bellen. En vervolgens, als we dat dan doen, dan gooit hij de deur voor ons dicht. Nou, zo werkt dat allemaal niet. Nog een keer voor de vraag. Nog één keer voor, alsjeblieft. Nee, je vordert het maar een eind weg, jongen. Ik wil vragen of die trein nu wilt verlaten. Nee, ik wil deze meneer even spreken. Er is alleen beslotenheid voor deze groep. Nou, laat hij dan even met mij meelopen naar buiten. Dan zijn we zo klaar, hoef ik u niet te verstoren. Ik vorder nu van u dat u onmiddellijk gesprek aan voor u aangehouden. Nou, dan hou je me toch fijn aan. Oké, ben ik nu aangehouden? Wel van me afblijven. U bent nu aangehouden. Van me afblijven. Als ik u aanhoud, heb ik bepaalde bevoegdheden, meneer Vries. U blijft van me af. U gaat nu met me mee. Nee, u blijft van me af. U bent aangehouden. Als u niet gewoon met mij meegaat... Blijf van me af. Hij blijft gewoon staan. Ik blijf gewoon staan. Hey, ik heb de heer Van Jan. Oké, laat het goed komen. Had wil jij even een huidige stuur? Nou, fijn solidair, hè, met jullie collega. Delen jullie mee in het antiek of zo? Peter en zijn collega. Confrontatie met een politieman. De redactie van het programma van de misdaadverslaggever zegt dat De Vries de agentendienstkorpsleiding wilde confronteren met discutabele contacten van de agent met hoogbejaarde vrouwen. Wat die contacten behelsden, wil de redactie niet zeggen. De Vries werd gearresteerd omdat hij weigerde een particulier terrein af te gaan. Peter en zijn collega worden ingesloten in een piepkleine politiecel. Daar krijgt Peter, die zijn opnameapparaat nog aan heeft staan, even bezoek van de hulpofficier. Er is een nieuwe vorm van het terrein te laten. Dat heeft hij niet aangedaan, hoe werd hij aangehouden. Het is niet het grootste misdrijf wat we hier meemaken. Ja. Maar in ieder geval genoeg dat hij hier... In ieder geval groot genoeg om met drie wagens uit te rukken. Hè? Ja, die hadden we wel beter, ja. En hier in een celletje. Na twee uur worden we weer vrijgelaten. We houden de dag of zo bezig. En we trokken wel een politiepasje. En nou ja, zeiden van. Steeds meer ondernemers willen draadloos zaken doen. Draadloos orders afhandelen bijvoorbeeld. Of draadloos e-mailen. Niet alleen onderweg, maar ook op de zaak. Daarom heeft KPN een speciale site met alles over draadloos zaken doen. Kijk op kpn.com/draadloos. Draadloos zaken doen. KPN sluit je aan. Met de nieuwe All Days Fresh inlegkruisjes breng je een verrassende frisheid met je mee. Het is subtiel geparfumeerd, geïnspireerd door de frisheid van lotusbloemen en dermatologisch getest. Verrassend fris. All Days Fresh. Ook verkrijgbaar in superdun discreet. Hey man, mag ik de auto even lenen? Dat is Mandy. Vrouwenrijdenbeter.nl. De strijd om wie er beter rijdt. 65. Klinkt niet echt krokant, die reep van u. Mars Delight. Een luchtig wafeltje omhuld met heerlijke melkchocolade en karamelcreme. Wilt u ruilen? Ik heb nummer 82. Nee, ik heb nummer 77. Nee, wacht, ik heb 72. 5 euro. 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 5 euro.
Mars Delight. Verrassend krokant, onweerstaanbaar zacht. Kom op mannen, die strijd winnen wij. Doe mee op mannenrijdenbeter.nl. De strijd om weer beter rijden. Dames en heren, welkom bij de roeiragata op de Bosbaan hier in Amsterdam. De Leijenaar van Fjord. Tegen de acht met stuurman van Leerhuis. Check die pikkels van Leerhuis, dat winnen we nooit, man. Allemaal ingehuurde professionals. Mouw niet, Valhaas. Ik heb ze Red Bull gegeven. Red Bull aan de vijand? Dan kunnen we onze schuit meteen afzinken. Relax, man. Red Bull stimuleert ook de geest. Ik heb het alleen aan de rechterhelft van het team gegeven. Zie je wel. Red Bull geeft je vleugels. Straks in Hart van Nederland. Opnieuw is er ambulancepersoneel bedreigd. Deze keer ging het mis in Vlaardingen toen ambulancemedewerkers iemand wilden helpen die in elkaar was geslagen. En duizenden racefans bezochten de eerste A1 Grand Prix in Nederland op het circuit van Zandvoort. Onder hen ook een hele bekende. En of die er een beetje van genoten heeft, dat hoort u rond 22:55. Graag tot zo. Vroeger aten we 3 keer per dag. Tegenwoordig eten we minstens 6 keer per dag. En vrijwel alles wat we eten en drinken bevat suiker en zuren. Dat is een constante aanval op je tanden. Xylifresh is de enige kauwgom met 100% xylitol. Met Xylifresh bescherm je je tanden. En het is lekker fris. Xylifresh, het beste voor je tanden. En een mooie lach. Het is alweer bijna de 10e van de maand. Dus u heeft nog maar 9 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Xylifresh, de enige kauwgom met 100% xylitol. Aanbevolen door het Ivoren Kruis. Bijna iedereen die bijvoorbeeld technicus of vlieger wil worden bij de luchtmacht, vraagt zich tegenwoordig hetzelfde af. Kan ik straks uitgezonden worden naar Afghanistan? Het antwoord is ja. Voor sommigen is dat een reden om af te haken. Maar gelukkig lang niet voor iedereen. Want als Afghanistan veiliger wordt, wordt de wereld iets veiliger. Werken bij de luchtmacht. Het was zelden zo belangrijk. De luchtmacht. 1 team, 1 taak. Zorgverzekeraar VGZ heeft alle aandacht voor een gezond gebit. Daarom adviseren we Xylifresh. Maak iedere avond speciaal met Royal Club Specials. Welkom in de wereld van de nieuwe Nokia 6233. Een wereld waarin je kunt e-mailen, browsen en je agenda kunt synchroniseren. Een wereld met haarscherpe foto's, video en muziek uit je mp3-speler of fm-radio. Je eigen wereld die je nu razendsnel met anderen kunt delen. Het kan allemaal met de nieuwe Nokia 6233 met UMTS. Nokia. Connecting people. Vanavond in de reportage mensen met bijzondere seksuele voorkeuren. I think it's exciting that people can be turned on by such wacky stuff. Wat dacht u van dat ponyspel? It's not a substitute for intercourse, but it's another way to find orgasm. Of van luierseks. I like being a girl, baby. I just really like. Dit en meer vanavond om 22:50 in reportage. Yeah. Toen we Adriaan G. onlangs in Oosterwijk opzochten, wilde hij niet met ons praten. We belanden door toedoen van zijn hulpvaardige collega zelfs enkele uren in de politiecel. De loop van deze week kregen we echter toch nog een reactie van Adriaan G. Maar dan via de door hem ingeschakelde Amsterdamse mediaadvocaat meester Kemper. En in deze brief stelt meester Kemper dat beantwoording van onze vragen problematisch is, omdat de antwoorden de persoonlijke levenssfeer raken en schenden van de direct betrokkenen. En ook schrijft hij: uw positie als journalist en de teneur van de eerdere uitzending maken dat mijn cliënten aan u geen opening van zaken zouden willen geven. Te meer ook omdat de precieze aard van een aantal mededelingen hen onbekend is. Aldus advocaat meester Kemper. Maar dat gezegd hebbende,
kan hij toch nog wel het volgende mededelen. Namens Adriaan G. bevestigt advocaat Kemper in zijn brief dat er inderdaad sprake is van een derde erfenis. Dat de politieman ook een geldbedrag heeft ontvangen van de weduwe Bush Kroon. Ten aanzien van mevrouw Kroon kan ik u laten weten dat zij bij haar overlijden in 1988 een geldbedrag heeft gelegateerd met de uitdrukkelijke bepaling dat dat bestemd was voor de studie van mijn cliënten, in wier schoolprestaties zij altijd zeer geïnteresseerd was. Om welk geldbedrag het gaat, meldt hij niet. Wellicht omdat je van de erfenis een heel kindertehuis had kunnen laten studeren. Uit dit officiële testament blijkt immers dat Adriaan G. ruim 175.000 gulden ontving. En in tegenstelling tot de bewering van de advocaat rept het officiële testament met geen woord over geld speciaal bestemd voor een opleiding. De besteding van het geld is aan geen enkele restrictie gebonden. Een dag later heeft advocaat meester Kemper dat zelf kennelijk ook gezien. Hij bericht ons nu dat hij een fout heeft gemaakt. In het testament was niets vastgelegd over de bestemming van het geld. Weduwe Kroon had het bij leven mondeling aan Adriaan G. genoemd als reden voor de begunstiging. Hieruit blijkt dat G. in deze kwestie in ieder geval vooraf op de hoogte was dat hij in het testament was opgenomen. Vragen van Peter over hoe G. met deze weduwe dan in contact kwam en of bekend is dat er van de zijde van de familie van de weduwe skepsis bestaat over zijn goede bedoelingen, worden niet beantwoord. De nalatenschap van weduwe Bleumink, de vrouw van een ex-collega van Adriaan, bestond volgens G. slechts uit een oud vloerkleed dat hij haar ooit had geleend. Ten slotte gaat de brief nog in op Adriaans contacten met de rijke weduwe Lommerse Jansen. Volgens getuigen kwam hij daar begin jaren 90 veel over de vloer en schilderde hij zelfs haar huis. Maar nadat zij een collega politieman in onderhuur nam, zou Adriaan G. zijn interesse hebben verloren. Adriaans advocaat stelt nu dat die collega juist op voorspraak van Adriaan G. bij de weduwe op kamers is gegaan. En dat hij zich niet kan bedenken wat de achtergrond van Peters vragen hierover is. En ook nu weer worden vragen van Peter over in welke hoedanigheid G. haar heeft leren kennen niet beantwoord. Maar we hadden niet alleen een aantal vragen voor Adriaan G. en zijn advocaat, maar ook voor zijn werkgever, de politie Midden- en West-Brabant. In onze eerste uitzending stelde zij nog dat uit onderzoek was gebleken dat Adriaan G. niets onoorbaars had gedaan. Maar was dat onderzoek wel goed gedaan? Afgelopen donderdag kwam het antwoord op onze nieuwste vragen. En toen bleek dat de korpsleiding een verrassende ommezwaai had gemaakt. Op 15 september stuurt Peter deze brief van 5 kantjes naar de districtchef van de politie Tilburg, Frans Winkels. In zijn schrijven maakt Peter melding van de tientallen tips die er naar aanleiding van onze vorige uitzending over de erfenisagent zijn binnengekomen. Peter schrijft: er lijkt sprake te zijn van het patroon waarbij hij zich structureel bevoordeelt door, veelal in eerste instantie beroepshalve, vriendschappelijke contacten op te bouwen met eenzame, welgestelde bejaarden. Gezien de vele reacties van burgers en politiefunctionarissen op onze uitzending vraagt Peter de districtchef op de man af of die nog steeds achter zijn vorige brief van 15 mei jongstleden staat. Daarin schreef de politiechef dat Adriaan G. niets te verwijten valt en dat er bij het korps niets bekend is over oneigenlijk handelen door G. Ook legt Peter de districtchef een aantal concrete vragen voor over de binnengekomen tips en over de positie van Adriaan G. binnen het korps. Hij vraagt: is het juist dat er omtrent G. na onze uitzending van 30 mei... en op grond van informatie die uw korps vervolgens heeft bereikt,
afspraken zijn gemaakt over zijn publiekelijk functioneren als politieman? Bijna 2 weken na de brief van Peter stuurt de districtchef zijn antwoord. Commissaris Winkels komt nu terug van zijn eerdere conclusie dat Adriaan G. zich niet aan onoorbaar gedrag heeft schuldig gemaakt. Hij heeft zijn mening bijgesteld na een gesprek dat de korpsleiding onlangs heeft gehad met G. Hij schrijft: helaas hebben we daarbij moeten constateren dat de heer G. ons destijds onvolledig en op een aantal onderdelen onjuist heeft geïnformeerd. Aanleiding voor het gesprek tussen Adriaan G. en de korpsleiding waren de nieuwe tips die bij ons programma waren binnengekomen. De erfenisagent heeft volgens de districtchef toen meer openheid van zaken gegeven over de wijze waarop hij de erfenissen en andere giften heeft gekregen. Swinkel schrijft: dit was voor de korpsleiding reden om direct een disciplinair onderzoek in te stellen. Hoewel dit onderzoek nog niet is afgerond, kan nu reeds de voorlopige conclusie worden getrokken dat de heer G. meerdere malen begunstigd is geweest in een aantal erfeniskwesties en ook meerdere giften heeft ontvangen. Districtchef Swinkels merkt daarbij op dat nog niet vast is komen te staan dat Adriaan G. misbruik heeft gemaakt van zijn functie. Hoewel vooralsnog niet gebleken is dat hierbij sprake is van misbruik van zijn functie, is wel duidelijk dat de heer G. een aantal malen voordeel heeft verworven uit zijn hulpverleningsrelaties. Desalniettemin is de districtchef kort en krachtig in zijn bewoordingen. Ik acht een dergelijk patroon ongewenst en neem dan ook afstand van een dergelijk gedrag. Een dergelijk gedrag kan immers de schijn van belangenverstrengeling meebrengen en daarmee het vertrouwen in de politie ondergraven. De wind binnen de korpsleiding is dus 180 graden gedraaid sinds de vorige brief, waarin men nog schreef dat Adriaan G. niets te verwijten valt. Districtchef Swinkel schrijft nu dat nieuw onderzoek nodig is. Om die reden ben ik dan ook van oordeel dat een zorgvuldig en objectief aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Na afloop van dit onderzoek zal ik mij op grond van dit onderzoek beraden op eventuele maatregelen. Hij gaat in zijn brief verder niet in op de concrete vragen die Peter hem stelt en verwijst hem naar de advocaat van Adriaan G. Maar ten aanzien van de positie van Adriaan G. binnen het korps ligt hij een tipje van de sluier op. Volledigheidshalve bericht ik u dat de heer G. ten gevolge van deze kwestie ziek is geworden en reeds om deze reden niet langer zijn functie vervult. Ja, en vrij vertaald betekent dit gewoon dat hij anders op non-actief zou zijn gezet. U kunt veilig aannemen dat hem te verstaan is gegeven dat hij zich hangende het nieuwe onderzoek ook niet beter hoeft te melden. Nou, dat klinkt dus even anders dan dat uit onderzoek was gebleken dat er niets onoorbaars is gebeurd. Maar ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen. Bij ons in de studio is Hans van Duin, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. En we gaan eens even kijken hoe hij over de zaak oordeelt. Meneer van Duin, goedenavond. Goedenavond. Laten we maar met de hamvraag beginnen. Kan het dat een politieman 3 keer een kapitale erfenis opstrijkt van een alleenstaande weduwe, gefortuneerde weduwe, die geen familie van hem is en waar hij beroepshalve over de vloer kwam? Het blijkt te kunnen. Maar mag het, vindt u? Is het oorbaar? Nou, kijk, het beeld dat in de reportage naar voren komt, even los van de vraag of alle feiten, of alles wat je ziet en hoort, ook allemaal exact feiten zijn. Het beeld wat naar voren komt, is dat hij er zich op toelegt om, laat ik zeggen, zich te ontfermen over oudere dames en hun bezittingen. Dat moet op zijn minst een draaiend gevoel in je buik geven. 3 keer achter elkaar, met ook nog elementen ertussen die dan kennelijk niet uitmonden in en die dan beëindigd worden. Dat geeft het beeld dat iemand daarop uit is. En even los van de vraag of die nou politieman is of niet, ik vind dat het sowieso niet kan. Maar het feit dat hij daar ook zijn relatie als politieambtenaar, de rol daarvan, in vermengt, ja, dat is heel slecht. Dat is echt slecht. Maar vindt u dat het überhaupt kan dat een politieman erft van een man of vrouw bij wie die beroepshalve over de vloer is gekomen? Kan dat? Ik sluit niet uit dat dat in 1 geval zou kunnen. Dat hoeft niet per definitie dan te zijn dat je erop uit bent om je in een erfenis te werken. Maar op het moment dat dat 3 keer zich feitelijk voordoet,
laat ik zeggen, dan laat je de verdenking wel erg op je dat je dat als doelstelling had. En ik vind dat dat niet oorbaar is. Nee. Vindt u dat, dat dat moreel niet kan? Of zegt u, er zit ook nog een strafrechtelijke kant aan? Ik denk, zoals ik de zaken nu zie, gaat het eigenlijk om een moreel, om iets ethisch. Wat je als politieambtenaar ook zou moeten beseffen. Dat is iets wat je als politieambtenaar ook niet doet. Dus dat ligt meer in de vraag of je dit als politieambtenaar moet laten gebeuren. Mijn indruk is, mijn overtuiging is dat dat niet zo is. Maar ik denk dat strafrechtelijk, zo op het oog in ieder geval. Wij kennen zijn verhalen ook niet. We kennen denk ik niet alle getuigenissen nog die er zouden kunnen komen. Zo op het oog zeg ik, is er niets strafbaars aan de hand. Maar dat wil niet zeggen dat het kan. Nee. Maar hoe kan het dat men dit niet eerder heeft opgemerkt? Want er waren best signalen. Sterker nog, er zijn wel nabestaanden geweest die echt aan de bel hebben getrokken. Bij de politie. Hoe dat kan ik niet verklaren. Het enige wat ik hieruit op kan maken, is dat men geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. Geen objectief onderzoek heeft gedaan. Dat wil zeggen, men heeft niet verder gekeken waarschijnlijk dan zijn verklaringen en misschien van zijn echtgenoot. Ja. Of in zeer beperkte kring en die andere elementen er niet bij betrokken. Ja, want toen wij onze eerste uitzending maakten over dit onderwerp, hebben we ook de korpsleiding aangeschreven. En toen kregen we een brief terug waarin tamelijk resoluut werd gesteld dat uit onderzoek was gebleken, hè, dat woord gebruikte men, was gebleken dat er niks onoorbaars was gebeurd. En nu moet men eigenlijk op de schreden terugkeren en zeggen, nou ja, we hebben dat toch niet goed onderzocht. Nou ja, ik ben blij dat men dat in ieder geval dan ook toegeeft. Dat is ook een vorm van openheid en kwetsbaarheid in je opstelling. Ja. Alleen het eerste onderzoek had natuurlijk zorgvuldiger moeten plaatsvinden. Wat vindt u dat er in zijn algemeenheid moet gebeuren in deze zaak? Behalve dat onderzoek? Of volstaat dat? Kijk, dat onderzoek moet sowieso gebeuren. Ik denk dat alle feiten, los van allerlei fictie die er is, alle feiten op tafel moeten komen. En op basis daarvan moet er een oordeel komen van het bevoegd gezag, in dit geval dus de werkgever. En daar kan ik op dit moment niet op vooruit lopen, want ik ken niet al die feiten. En wat geeft u aan zeg maar de Nederlandse politieman als advies mee, die dagelijks misschien toch wel bij Oude Vandagen met centjes op de bank over de vloer komt? Wat zegt u daartegen? Nou, ik hoef denk ik tegen al die politiemensen niks te zeggen. Ik denk dat deze uitzondering daar gelaten, alle politiemensen begrijpen dat dat niet kan. Ik denk dat je als politieambtenaar, en ik denk dat de mensen dat heel goed begrijpen, dat je dit soort relaties niet op kunt bouwen, dat je er niet op uit kunt zijn om in het bezit te komen van eigendommen van die personen. Als het je al gebeurt, moet je eigenlijk pijn in je buik hebben, moet je bezwaard voelen. Moet je het minste met de familie over hebben hoe je dat dan oplost. Want misschien dat die familie wel zegt, je mag het houden, maar je moet daar geen goed gevoel bij hebben dat het je overkomt. En het lijkt me misschien ook wel zinvol dat je dat bij je superieuren meteen meldt als zoiets gebeurt. Dat lijkt mij ook heel goed om transparantie erin te houden, om te voorkomen dat er geruchten ontstaan, om te voorkomen dat collega's er zijn die eigenlijk het beeld hebben van hier gebeurt iets wat niet kan, wat dan toch onder het tapijt blijft in de cultuur van de organisatie. Ik denk dat dat niet goed is. Ja, want uit de brief van de districtsleiding blijkt wel dat deze politieman in ieder geval zijn superieuren niet of half of onvolledig heeft voorgelicht. Ja, en dat zal met andere collega's niet anders zijn. Die hebben waarschijnlijk wel wat vermoed. Hè? Dat blijkt ook uit de reportage. Ja. Die hebben daar ongetwijfeld ook een slecht gevoel van gehad. Hebben dat binnen de cultuur daar niet aan de orde kunnen stellen. En zullen nu ook met pijn in hun hart terugzien wat dat allemaal heeft opgeleverd.